Hey, hallo en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel hebt kunnen zien, ben ik hier vandaag met mijn tweede adventskalender unboxing video van dit seizoen op mijn kanaal. Ik heb eerder de Rituals adventskalender unboxed. Dat was een super fijne unboxing. Dat was wel al gelijk een hele dure kalender dat ik toen heb unboxed. En dat staat helemaal in contrast met de unboxing die ik vandaag ga doen. Want ik was nog geen uur geleden bij de Action toen ik deze adventskalender spotte en hem gelijk heb opgehaald. Deze kost €6,95. Ik heb hem nog nooit eerder gezien. Ik heb hem geloof ik ook nog nooit op YouTube zien passeren. Dus ik hoop maar dat het een nieuwe adventkalender van dit jaar is. Want de Maximore adventkalender die lag er bijvoorbeeld ook. Maar dat was dezelfde als die van vorig jaar. Dus in mijn Action moet die kalender nog binnenkomen. Maar ik heb zo wel wat gevoel dat ze eerste stok van vorig jaar aan het opverkopen zijn. Dus mijn gok is dat dit een nieuwe kalender is. Het is een kaarsen adventkalender. En ik ga hem helemaal niet vergelijken met eerdere kaarsen adventkalenders die ik unboxed heb op mijn kanaal. Want dat was die van Yankee Candle. Die kalender was ook heel erg prijzig. Zeker in vergelijking met deze kalender. Ik heb ook in het verleden op mijn kanaal altijd wel een beetje redelijk prijzige adventkalenders unboxed. Ik heb nog nooit iets onder de €10 unboxed als adventkalender. Dus it's a first for me en ik ben heel erg benieuwd. Ik ga heel eerlijk zijn, mijn verwachtingen liggen niet al te hoog. €6,95, even nog eens benoemen, €6,95. En je krijgt 24 luxury gifts, dus 24 pakjes. Nu, als ik naar de foto kijk, verwacht ik toch wel deze kaarsjes voornamelijk te krijgen. Maar wie weet verrast deze kalender mij en jou en ja, worden we keihard verrast en is het een topkalender. Dus laten we daarop hopen en dan ga ik er gewoon gelijk aan beginnen. Doe zeker dan een duimpje omhoog als je benieuwd bent. En dan gaan we gewoon de kalender een keer omdraaien. En dan zien we gelijk, ik vind dat wel jammer, want we zien gelijk wat er in de vakjes zit. Nu, we weten de geur nog niet van wat er in de vakjes zit. Maar we zien heel veel van die vaccinelichtjes, heet dat geloof ik. Theelichtjes zeggen ze bij ons, maar ik geloof dat het mooiere woord een vaccinelichtje is. Volgens mij zitten er dan ook wel grotere kaarsen tussen en ook meer potjeskaarsen. Dus ja, dat vind ik qua design al redelijk jammer. Maar goed, we kennen de geuren nog niet, we kennen de vormen en de kleuren nog niet. Dus ik ga gewoon beginnen met het openen van vakje nummer 1. Dat zit hier zo en we krijgen al gelijk zo een, zoals de foto het dus zegt, een lange Bordeaux kaars. En dan ben ik ook gewoon echt benieuwd naar de geur. Zit heel erg mooi verpakt. Ook nog eens met een plakkertje erop. En er zit geen geur aan. We krijgen dus een Bordeaux lange kaars waarvoor je dan hopelijk een houder hebt. Zonder geur. Dus dat vind ik wel jammer. Ik ga hem daar tegen de boeken zetten, want hij valt om. Advent Candle Calendar. Dus is het dan niet met geur? Het zijn geen geurkaarsen, geloof ik. Dus ik denk dat het enkel gekleurde kaarsjes zijn. Maar goed, we gaan verder kijken. In vakje nummer 2 zit dan ons eerste theelichtje. Niet zo gemakkelijk om eruit te krijgen. Deze heeft wel een geur. Die ruik in de verte. Ruik ik iets, maar van zodra dat ik het heb, dat ik het ruik, ruik ik al niks niet meer. Ja, die heeft wel een geur. Maar ik kan niet benoemen welke geur het is. Het ruikt alleszins wel naar iets. Oké, nummer 3. Dat is dan al terug. Zo een blauw lichtje. Allee, kaarsje. En deze keer is het een donkergroene kaars. En die ruikt ook niet. De lange hebben geen geur. Die ruikt zo een beetje plastiekerig en zo echt naar kaars. Zoals je een wit theelichtje van de IKEA zou ruiken. Zo dat is de geur dat die langere stompe kaarsjes hebben. Dan krijgen we in vakje nummer 4 de eerste grotere kaars. Oh, het is wel met een heel leuk design. Dat is het design van op de voorkant. Daarin zit een blauwe kaars. Zo ziet de verpakking er trouwens uit. Die heeft ook een geur. Die ruikt heel erg subtiel naar iets kruidigs. En dat is de beste beschrijving dat ik daarover kan geven. Maar we krijgen dus een blauw glaasje met dan sparkle in het goud erop. En daarin zit dan een blauw kaarsje. Dat is wel fijn. Dat is dezelfde als hier op de voorkant staat. Dan gaan we samen naar nummertje 5 kijken. Die is daar onderaan.
En daarin zit niet echt een theelichtje. Het is een theelichtje in een glaasje. Oef, die liet ik bijna vallen. Dat bijna een kapot lichtje geweest. Dus gewoon een doorzichtig glaasje met dan een groen kaarsje erin. En die ruikt ook. Die ruikt anders dan die blauwe kaars. Die ruikt zo'n beetje meer naar kerstboom. Ik denk dat dat ook de groene kleur verraadt. Ja, die heeft zo'n hele subtiele... Het is allemaal heel subtiel hoor. Het is niet dat hier een mega geur uitkomt. Zoals je bij Yankee adventkalender wel zou hebben. Maar het ruikt wel heel subtiel. Misschien dat dat versterkt wordt van zodra dat je hem brandt. Dat weet ik nu niet. Maar er zit alleszins wel een geur in die kleinere kaarsjes. Nummer 6, dat is weer een theelichtje. Terug een rode. En die ruikt exact hetzelfde als die andere rode. Dus ik ga die op elkaar zetten. Daar hebben we er nu al 2 van. Dan ga ik naar nummer 7. Dat is weer zo een lange. De kalender scheurt al helemaal. Ik ga die er gewoon gelijk aftrekken. In nummer 7 krijgen we een rode, koraalrode stomp. Allee, zo'n langere kaars. En ook deze heeft geen geur. Diezelfde geur als die 2 daarvoor hadden. Ik heb het gevoel dat dit wel eens mijn snelste adventskalender-unboxing ooit kan zijn. Want we krijgen nu ook nog eens dezelfde groene kaars in dat glaasje. Van 8 naar nummer 9, dat is daarnaast. Daarin krijgen we een gewone witte, dikkere kaars. Dat is wel heel raar, want je ziet onderaan ook zo die afwerking. Die heeft wel een geur. Dus ik had verwacht dat dit geen geur zou hebben, omdat dat dan zo wit ziet. Maar die ruikt wel heel subtiel weer al. Ook weer naar iets kruidigs. Dus net zoals dat blauw kaarsje, dat heeft zo wat diezelfde geur. Ah, ik vind dit wel... Ik vind zo'n witte kaars een beetje basic. Een beetje droog. Niet echt heel kerstig misschien. Maar goed. We gaan naar nummer 10. Dat is dan alweer zo'n theelichtje. En deze keer ziet hij er groen uit. Nummer 11 zit er gewoon onderaan. En dat is gewoon dezelfde. Dat is wel kei jammer. Oké, het is 6,95 euro, maar 2 dagen na elkaar hetzelfde groene theelichtje. Zelfs voor 6,95 euro is dat jammer, vind ik zelf. Nu heb ik al wel gelijk... Nee, ik ga mijn mening voor het einde bewaren. Ik ga hem nu gewoon unboxen. We gaan naar nummer 12. Dat is terug zo'n lange. Zo. En daarin krijgen we terug zo die bordeaux-paarse kleur. Daar hebben we er nu dus ook 2 van. 13, dat is mijn lucky number. En daarin zit, oh nee, alweer het groene theelichtje. Daar hebben we er nu al 3 van op 4 dagen. Dus dat is wel... Misschien een beetje overload. Ik weet niet. Ik vind dat een beetje overload. Maar goed. 14 zit daar ook onder aan. En daarin krijgen we terug iets groen. Maar het is deze keer dat glazen potje met dan de groene kaars erin. Met dan Mary Mary erop in het goud. Nummer 15. Dat is weer in diezelfde rij. Daarin zal weer een theelichtje zitten. En weer al in het groen. Er zijn heel veel groene kaarsjes na elkaar. Ja, goed. We gaan naar nummer 16. Het is terug een theelichtje. Hopelijk geen groen. Misschien een andere kleur een keer. Nee, het is geen andere kleur. Het is terug een bordeaux theelichtje. Ah nee, het is een donkerdere kleur. De eerste was rood en deze is echt bordeaux. Dus het is een nieuwe kleur. En ook hier zit een hele subtiele geur in. Dus dat is ons eerste bordeaux theelichtje. Dan is nu de beurt aan nummer 17. Daarin zit terug een bordeaux theelichtje. En doen we gokjes voor nummer 18. Nee, het is een grotere kaars. In nummer 18 zit terug diezelfde witte stomp kaars. Oké, van 18 naar 19... Daarin zit terug een theelichtje, maar alweer in het... Nee, het is een rode. Het is een andere kleur, maar het is weer een theelichtje. Dus dan hebben we nu 3 rode theelichtjes al.
Nummer 20. Dat is terug een theelichtje. hoe meer dat ik vakjes aan het openen ben, hoe minder voorzichtig ik ben. Dat is terug een Bordeaux. Theelichtjes, daar hebben we er nu ook 3 van. Nummer 21. Dat is terug een theelichtje hier. En dat is een lichte rode. Daar hebben we er nu ook 4 van. Dus dan 4 rode, 4 groene. En dan gaan we waarschijnlijk ook 4 Bordeaux krijgen. Dat was nummer 21. Hè? Ja, dan 22. Dat is een rode. Dus daar hebben we 5 van. 23 zit daar gewoon onder. Dat is een Bordeaux theelichtje. En dan hebben we nog... Ah, het laatste, hè? Nummer 24. Waar zit... Ah, 24 is een theelichtje. Hoe jammer is dat? Oh nee, het laatste vakje. Het vakje der vakjes is in deze kalender van €6,95 bij Action. Een theelichtje. En niet in iets speciaals, maar in de Bordeaux-versie. En dan krijgen we 5 van die Bordeaux-theelichtjes, 5 van die rode, 4 van die groene, 2 grotere, twee van die grotere kaarsen in het groen in glas, 2 witte stompen kaarsen, 2 kaarsenhouders in leuke kleurtjes en 4 van die langere rechtopstaande kaarsen zonder geur. En daarmee heb ik heel de kaarsenadventskalender van de Action unboxed. €6,95. En dan krijg je dit. Ik zal het overzichtje in beeld laten verschijnen. Nu, tijdens het unboxen zelf heb ik wel enkele keren al gedacht van dit is niet mijn soort kalender. Misschien dat ik ook doorheen de jaren een beetje een te hoge standaard heb gemaakt of zo van adventskalenders. Ik weet dat ik het nu moet gaan vergelijken met de prijs van €6,95, wat eigenlijk echt geen geld is om 24 dagen lang een vakje te mogen openen en echt het adventskalendergevoel te gaan hebben. Maar eerlijk is eerlijk, dit is geen adventskalender voor mij. Ik vind het te repetitief, ook soms jammere cadeautjes. Ze hadden dan, in mijn ogen hadden ze dan een van de glaasjes beter in vakje nummer 24 gestopt, omdat dat dan toch de laatste dag is. En dan krijg je weer hetzelfde Bordeaux theelichtje. Ook de verschillende theelichtjes na elkaar, die echt gelijkaardig zijn. Al die groene die dat je na elkaar krijgt, dat vind ik best wel jammer. Maar aan de andere kant, als je thuis iemand hebt of een kindje hebt of een dochter of een zoontje dat graag wat mee advents wil gaan doen en eigenlijk nog te jong is om echt dure adventkalenders aan te gaan geven. En dan bedoel ik de dure verzorgingsproducten of de dure make-up productjes of zelfs een dure Yankee Candle kalender te gaan geven. Dan is dit wel een mooie optie. Of als je zelf helemaal niet veel geld wil uitgeven aan adventkalenders en je dit prima genoeg vindt om een adventkalender voor jezelf in huis te halen, dan zou ik het ook aanraden. Dat zijn zo wel een beetje de enige situaties waarvoor ik denk dat deze adventkalender geschikt is. Dus ja, ik denk dat ik daarmee echt officieel de kortste adventkalender unboxing video ooit heb gemaakt en geüpload heb op mijn kanaal. Misschien dat jullie mening helemaal verschilt van de mijne. Laat mij hieronder sowieso weten wat dat jullie van deze adventkalender denken. Ik hoop alleszins dat jullie er iets aan gehad hebben dat ik deze adventskalender heb unboxed. En dan babbel ik hieronder in de comments heel graag met jullie verder. Tot de volgende video. Bye!